Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het goed. Weet je waarom? Omdat ik vrolijk ben wakker geworden. Gebeurt weinig, maar het is gebeurd. Dus laten we ervan genieten. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Ahmed je opgestuurd? Oh, het is een beetje te vrolijk, geef ik eerlijk toe. Rababam! Koffie. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben een verschrikkelijke koffieleut. Als ik 's morgens geen koffie drink, is er geen land met mij te bezeilen. Liever gezegd, ik word dus gewoon niet wakker. Dus ik moet eerst een paar stevige bakjes hebben. Ik zie hier dat ons Ahmedje alleen maar espresso heeft opgestuurd. En dat klopt, want dan drink ik espresso. Heel erg sterk en zo zwart als mijn ziel. Vroeger kon je alleen die cupjes kopen in de Nespresso-winkel. In de PC-Hoofdstraat of in de Bijenkorf of een andere chique straat. En dan mocht je met gratie gods, mocht je dan voor een godsvermogen, mocht je dan van die koffiekopjes, cupjes kopen daar. En een gedoe, jongen. En die mensen, wat voor smaak wilde dan? Dan moest je kiezen aan 900 smaken. En allemaal glazen. Ik wil gewoon koffie, man. Geef me koffie. Enfin, dat gezeur is afgelopen. Je kan nu gewoon die cups lekker bij de Appie de Gappie en andere supermarkten kopen. Nou ja, wat hebben we hier te pakken? We hebben hier de ouderwetse Douwe Egberts Espresso. Douwe Egberts, weet je, ouderwets, prima. We hebben hier Café Royal uit Zwitserland, espresso. Iets chiquer dan die. En dan hebben we natuurlijk wat nu opeens ook in de supermarkt te verkrijgen wat. De Starbucks koffie, die is helemaal onbetaalbaar. Er zitten er 10 in en ze doen net of het allemaal fantastisch is. Nou, dan gaan we wel even proeven of het zo fantastisch is. Want ik wil wel eens weten of het verschil zo groot is tussen gewoon die ouderwetse, ordinaire Douwe Egberts of Starbucks. Want dat is natuurlijk een sensatie. Dat is iets wat je meemaakt. Dus niet zomaar een kopje koffie. Nou, oké, dan gaan we beginnen. We gaan wel van goedkoop naar duur. Dus we beginnen met een cupje van de Douwe Egberts Espresso. Hoppa flappie vlee. Hier erin. Kopje eronder. En dan gaan we. Eerst nog even warm worden. Altijd weer een gezellig moment, met de lekkerste koffie die je kent. Je bent thuis waar je Douwe Egberts drinkt. En ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik meestal niet. Ik vind Douwe Egberts niet zo heel lekker. Maar goed, wie weet is deze fantastisch. You never notice. Ja, mooi geweest. Espresso is altijd een klein bakje. Volgende. Café Royal Espresso uit Zwitserland. Daar hebben ze bedacht om het cupje rood te maken. Hartstikke leuk. Zo, hoppatee. En de enige die zo'n espresso buis heeft nagemaakt is dus de Starbucks. Hey, want op deze manier verkopen ze inderdaad die espresso bende. Starbucks komt natuurlijk uit Amerika. Waar de koffie vandaan komt, dat weet ik niet. Ja, ook mooi geweest. Zo. Dat is de... God, hoe heet dat? De Café Royal. En dan hebben we als laatste de veel te dure Starbucks koffie. Want die kost echt, geloof ik, bijna 4,5 euro geloof ik voor 10 stuks. En dat betekent dus, heel simpel, dat je bijna 50 cent voor een kopje thuisgemaakte koffie maakt. De Douwe Egberts is rond de, pak een beetje dan te greet, 2 euro. De Café Royal is rond de 3 euro. En deze is 4,5 euro. Je moet een soort vloeibaar goud in zitten. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Douwe Egberts Espresso. Ja, daar komt ie. Is gemaakt van Robusta bonen. Dus, nou ja, dat is weer wat anders dan Arabica. Robusta bonen, Douwe Egberts. Het is niet zo heel erg sterk. Ondanks dat ze zelf zeggen dat ze verschrikkelijke krachtige espresso hebben, vind ik hem niet zo sterk. Zeker niet voor een klein bakkie. Eigenlijk smaakt het gewoon weer naar oude Hollandse doorloopkoffie. En dat is mijn probleem met Douwe Egberts. Dat smaakt altijd naar ouderwetse doorloopkoffie. Hm. Hij is bitter. En niet krachtig. Dat is een beetje vreemd voor krachtige espresso. Volgende, Café Royal. Is gemaakt van welke bonen? Ja, dat staat er dan weer niet op. Het vreemde is, het Café Royal staat er niet op welke koffiebonen ze gebruiken. Want de duurdere Starbucks is Arabica. Dat is ook een duurdere koffieboontje dan de Robusto van
Douwe Egberts. En bij Café Royal zetten ze er even lekker niet op. Hé, hey, en dat is niet eerlijk. Maar goed. Vele malen minder bitter dan de Douwe Egberts. Het is wel een iets stevig bakkie. Je hebt het gevoel dat het inderdaad in de buurt komt van espresso. Laten we eerlijk zijn, de echte espresso komt gewoon uit zo'n koffiezetapparaat. En dat is zo'n dingetje, doe je en dan is het weg. En dan denk je, godkanone. Maar en we hebben het nu over drinkespresso. Hè? Dus niet de slurp espresso, de Italiaanse vorm. Maar dit is de Nederlandse vorm, zeg maar. De gezellige bakkie espresso. Hmm. Beter van smaak. Minder bitter. Langere smaaksensatie in je mond. En komt in de buurt van sterke koffie, alias espresso. De prijs maakt dus wel al het verschil. Nou, dan moet deze dus helemaal fantastisch zijn, want Starbucks is verschrikkelijk duur. Ik ga er niet heen, ik geef het eerlijk toe. Als ik dat zie, Starbucks, en er zitten allemaal van die verschrikkelijke types daar met hun iPhone te spelen, met een knotje op hun hoofd en lekker genderneutraal te zijn. Voor mij hoeft het niet. En ik heb hetzelfde met bier. Ik drink geen speciaal bier, vind ik truttig. Ik vind al dat moeilijk gedoe met die koffie. Houden ze even op. Heel lekkere opgeklopte glutenvrije geitenmelk en een decafé. Neem dan een kop thee als je niet tegen koffie kan. Godsamme kraken. Enfin, de Starbucks. De Starbucks koffie. Ja, die proeft dus heel anders dan de rest. De Starbucks koffie heeft een hele rare bijsmaak. Een bijsmaak wat richting nootmuskaat gaat. Nootmuskaat, zoethout, dat soort dingen. Daar heb ik niet om gevraagd, hè, Starbucks. Ik wilde een sterk bakje espresso koffie. Hij gaat verdarrie. Het smaakt niet eens echt naar koffie. Het is wel sterke koffie, dat wel. Maar het is geen lekkere koffie. Haha, zie je wel. Starbucks gaat alleen maar om het merk en om de beleving en niet om de smaak. Heb ik dat even mooi door. Tijd voor de cijfertjes. De Douwe Egberts die krijgt van mij gewoon eigenlijk gewoon een 5. Omdat de Douwe Egberts koffie gewoon bittere meuk is. En niet echt sterk. Ja, bitter dat zou misschien nog wel kunnen. Maar niet sterk voor espresso is een doodzonde. Die krijgt een 5. Nee, de Starbucks koffie smaakt naar van alles en nog wat. Maar niet echt naar koffie. Er zit een hele rare kruidensmaak in. Heb ik niet om gevraagd, Starbucks. Dus, dan krijg je van mij gewoon een 5. En dat voor 4,5 euro. Dus bijna een piekie per punt. Moet je nagaan. Nooit kopen die troep. De winnaar van deze review is de Café Royal uit Zwitserland. We weten niet wat voor koffiebonen erin zitten, omdat ze het er niet op zetten. Maar het smaakt naar koffie. Het is krachtig. Geen vervelende bijsmaken zoals daar. En ook geen bittere poepsmaak zoals in de Douwe Egberts koffie. De Café Royal krijgt Robian een 7. Nou, hartstikke lekker. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.